Den Bosch, donderdag 13 juli. Het is even naar tweeën, sluitingstijd voor de meeste kroegen in de stad. In juli worden er de nodige examen- en eindejaarsfeesten gehouden om het schooljaar af te sluiten. Een 17-jarige jongen is die nacht ook naar zo'n feest geweest. Voor hem zit de avond erop, hij gaat naar huis. Hij moet naar Vlijmen, zo'n 8 kilometer verderop. Onderweg komt hij langs het station. En weer verder langs de Vlijmense weg. En dan komt hij wat meer in het buitengebied. En fietst over de Moerputtenweg langs natuurgebied de Moerputten. Het is er stil en donker. Vlak voor de heidijk krijgt hij ineens een trap tegen zijn fiets. Hij denkt nog dat hij wordt aangereden, maar niets is minder waar. Hey, ze willen meer, kom meer! Ze willen zijn geld, zijn telefoon, alles wat hij heeft. Als duidelijk wordt dat de jongen niet meer heeft, sturen ze hem terug naar Den Bosch. Fiets naar Den Bosch! Naar Den Bosch, jij, fietsen! Maar de jongen blijft staan. En twee daders zetten het op een rennen. De derde wil per se dat de jongen terugfietst. Weet je nou wel een grapje maken? Hey. Hij zet zijn woorden kracht bij met een pistool. Kijk nu! Hey. Ja, ik was hier. Hey, wacht. En dan gaat ook hij er vandoor. Niet zomaar een straatroof dus. De jongen kreeg wel een pistool op zijn hoofd. En dat maakt diepe indruk. Hij heeft er, ondanks dat hij zich dapper gedroeg, nog lang last van gehad. En wij zoeken de daders. Het zijn drie negroïde jongens. Ze droegen allemaal donkere kleding. De eerste is zo'n 20 tot 25 jaar. Zo'n 1,85 meter lang en slank. De tweede dader leek wat jonger. Met een breed postuur, een vierkant breed gezicht met een brede neus. Hij droeg een bril met een rechthoekig montuur en had een stoppelbaardje. De derde dader is duidelijk de langste van de drie, slank en hij is zo'n 1,90 meter, 1,95 meter. Heeft u een vermoeden wie deze drie mannen zijn? Het gebeurde dus op donderdagnacht 13 juli. En al is het even geleden, we vragen u om nog eens terug te gaan in uw herinnering. De drie daders renden hier het viaduct van de A59 over, in de richting van Vlijmen. Hoe zijn ze hier verder gevlucht? Zijn ze in een auto gestapt? Of zijn ze op een andere manier verder gegaan? Wie kan ons daar meer over vertellen? En als u nog geen contact met ons heeft gehad en u herinnert zich iets wat ons in het onderzoek kan helpen, laat het ons dan weten. Naast wat geld uit de portemonnee van de jongen namen ze ook zijn telefoon mee. Dat was een gsm van het merk OnePlus met een houtkleurige beschermhoes. Het gaat om een gewapende straatroof. De drie daders die dit deden, moeten we echt vinden. Voordat ze het misschien nog een keer proberen en een nieuw slachtoffer maken. We hopen dus dat er mensen zijn die iets meer kunnen vertellen over het groepje van drie negroïde jongens. Hoe en waarmee ze gevlucht zijn bijvoorbeeld. Wie waren de drie mannen die met een pistool de 17-jarige jongen vlakbij Vlijmen overvielen? Geef uw tips door via de opsporingstiplijn op 0800 60 70. Of anoniem via 0800 7000. Vertrouwelijk spreken met iemand van het team criminele inlichtingen kan ook. Dan belt u met 079 345 8999. Dan